De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met Paul Weidema en is senior projectleider bij Stadswerk 072 in Alkmaar. Paul, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Kenneth, ook welkom. Jij uh, doet de techniek weer voor ons vandaag en dan komt dat ook helemaal goed. Ja hoor. Ja. Uh, Paul, Stadswerk 072, projectleider ben je daar. Hè? Wat houdt uh, dat onder andere in? Uh, in mijn geval ben ik uh, projectleider bij uh, Team Groen, de afdeling BOR. Uh, dus ik hou mij voornamelijk bezig met... Uh, project... Afdeling BOR, moet je ja, afdeling BOR is uh, Beheer Openbare Ruimte. Ja. En ik hou me bezig met uh, met name de groenaanlegprojecten. Uh, en dus ook de vergroeningsprojecten. Um, ja, en daar komt uh, van alles bij kijken: van het uh, ontwerpen, het maken van beplantingsplannen. de opstelling van de planning, de inkoop. Uh, het regelen dat alles uh, uitgevoerd gaat worden. Dus een heel. Uh, de full montie, beroep. Zou ja. maar zeggen alles, ja. Ja. Nou, is groen. Uh, groen en Alkmaar is een hele mooie combinatie. Denk ik. Er gebeurt ook heel veel. Hè. Laten we het even doornemen. Uh, waarom die vergroening ook zo belangrijk is. Zullen we daarmee beginnen? Waarom is vergroening. Tegenwoordig zo belangrijk voor steden. Uh, nou ja, alles met uh, klimaat en de opwarming, uh, vooral in de steden zelf uh, heeft dat te maken. Uh, steden daar is het altijd een aantal graden warmer dan dat je de dorpen of de buitengebieden hebt. En dat heeft alles te maken met de hoeveelheid groen die je in een stad kan vinden. Uh, dus al... meer groen betekent koeler. En meer groen en meer bomen betekent absoluut koeler. Uh, 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 en zeker in een stad kan het uh, ja, meerdere graden verschillen. Als je een uh, straat hebt uh, waar veel groen is met bomen of dat je een straat hebt waar helemaal geen groen, uh, groen te vinden is. Want daar uh, ja, wordt het gewoon snik heet uh, als, het, uh, als het zomerdag uh, lekker warm is. Is dat een inzicht wat de uh, wat afgelopen... Jaren is gekomen, want straten zijn natuurlijk steeds ontzettend vol gebouwd, eigenlijk. Hè? Altijd met stenen en beton. En is er nu het inzicht van ja, dat moet anders. Ja, het is, het is niet echt heel recent, maar het, is, het speelt al een tijdje al en het is de laatste tijd natuurlijk wel steeds belangrijker geworden dat er aandacht voor is. Ja. Uh, vandaar ook dat Alkmaar maar een aantal jaar geleden een, een, een opdracht heeft verstrekt van Stadswerk 072, om inderdaad met die vergroening actief uh, bezig uh, te zijn. Dus we hebben daar echt een separat een aparte opdracht voor. om uh, ja, dat soort stenige straten, pleinen, parkeerplaatsen. oude speelplaatsen, noem maar op. om die uh, aan te pakken en, en te vergroenen. Ja. Maar welke projecten zijn jullie nu zoal mee bezig? Kan je er een paar. Uh... Uh, op het ogenblik hebben we een project draaien. aan in Jan Gresshofstraat. in de wijk de Vronemeer. Uh, we hebben recent. eigenlijk zijn er ook nog steeds wel wat werkzaamheden gaande. op het Urkplein. in, uh, in de wijk de Mare. Ja. Uh, maar wat doen jullie daar bijvoorbeeld, over het Urkplein? Het Urkplein, uh, dat was een. Eigenlijk was dat tweeledig waarom we daar aan de gang gingen. Uh, ten eerste gingen we daarop af omdat er uh, op het Urkplein allerlei kastanjebomen stonden. die leden aan de kastanjebloedingsziekte. Oh. Dat is geen gevaarlijke ja, ja, ziekte ja, voor, uh, voor de mens, maar uh, voor de bomen is het wel een, een kwalijke uh, ziekte. Um, en is dat dan ook voor een, een kastanjeboom een dodelijke ziekte? Dat Uiteindelijk uh, gaan ze daar... Uh, so, ja, sommigen houden het heel lang uit en anderen gaan er inderdaad uh, langzaamaan uh, kapot. En uh, dat was bij het Urkplein was uh, gebleken dat de bomen die er nog stonden... Er waren er al heel wat weg, maar de bomen die er nog stonden... Dat daar veruit de meesten nog een levensverwachting van twee tot vijf jaar hadden. Oh, dat is kort ook nog. Dus ja. dat is heel kort. En dan kom je op een gegeven moment voor de keuze te staan van... Ja, pak je dan in één keer... Alles aan of ga je het inderdaad steeds... Uh, ja, pleksgewijs, iedere keer als er weer een boom wegvalt... ga je daar weer iets, uh, iets voor terugplanten. Uh, dat is sowieso het beleid in de gemeente Alkmaar... dat voor iedere boom die uh, geveld wordt... er een boom uh, teruggeplant moet worden. Ehm... Um, dus dat was het eerste waarom we op het Urkplein, die overigens niet bestaat, het Urkplein, of het ligt aan de Urkstraat en het is een pleintje in de Urkstraat. <laughs> okay. Dus ik hoor ja. vaak opmerkingen van: oh, je bedoelt zeker Arkplein, want die bestaat weer wel. Dus als je in Google Urkplein zoekt, ga je hem absoluut niet vinden. Je moet naar de Urkstraat, zeg maar. Ja. Maar in ieder geval uh, dat even tezijde, toen uh, ging ik dus de werkopname doen om uh, te zien wat er allemaal aan de, aan de hand was. En uh, ja, toen bleek ook nog eens een keertje dat het uh, ja, grotendeels bestraat was, het plein. Dus daar lag dan de tweede kans. Mm -hmm. En gaandeweg dat ik het project uh, uh, wat vaker uh, bezocht, zeg maar, voordat we aan de slag gingen, viel mij ook op dat er heel weinig auto's geparkeerd stonden op een parkeerplaats die bestond uit uh, 62 parkeerplaatsen. Ja. En dat er iedere keer onder de 20 auto's uh, stonden geparkeerd. En toevallig was er ook een uh, parkeeronderzoek uh, recent gedaan door de gemeente Alkmaar. Dus ik had die vraag neergelegd bij een collega van de gemeente Alkmaar van: goh, uh, wat waren die resultaten? En toen bleek uit het uh, nachtelijk onderzoek dat er, uh, dat er ik geloof 16 uh, auto's uh, stonden geparkeerd. Uh, en wat zal... heb je daar een verklaring voor? Dat er dan zoveel parkeerplaatsen zijn en dan zo weinig auto's? Uh, ja, ik denk dat ze destijds... Uh, er staat een, 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 uh, een complex van woonwaard, zeg maar, staat er uh, langs de laan van Bad. En dat ze ervan uit zijn gegaan dat daar alle bewoners wel een auto zouden bezitten. En ik denk dat dat achteraf blijkt dat dat niet het geval is. En dat daar wel de parkeerplaatsen op berekend zijn. Kijk, ja. 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 Dus daar kon je mee aan de gang, hè? dus dat kwam wel wat minder. Ja, zo. dus, het, dus werd, uh, het werd steeds groter, want we konden dus de bomen doen, we konden het plein doen, we konden de parkeerplaats doen. Uh, en toen zijn we, ja, die... Dat project gestart en uh, zijn we gaan vergroenen, uh, ja. zoals we dat vaker doen in, uh, in Alkmaar. Hoe, hoe kijk je er dan naar? Hè? Want dan heb je dan echt volledig vrijheid van denken om te zeggen, nou zo gaan we het dan inrichten of heb je met dingen rekening te houden? Ook? Nou, uiteraard heb ik met zaken rekening te houden. We werken volgens het, de, de hier in Alkmaar, de herinrichting van de openbare ruimte. Daar zitten wat, wat leidraden in om, om je aan te houden. Uh, daarnaast heb ik afstemming met uh, collega's van beheer hoe die de inrichting uh, graag willen zien. Uh, hoe willen ze ze graag zien? Uh, de ja, het kan verschillen per locatie natuurlijk. Uh, in dit geval uh, gingen we een aardige oppervlakte vergroenen. Dus ze, wilde, ze wilden veel bomen terug. Ook om uh, niet alleen het aantal bomen te herplanten wat we gingen vellen, maar ook te kijken of we enigszins het kroonvolume. Uh, ja, Aan bomen terug konden planten. kroonvolume. Ja, en die zal ik even toelichten. Je ja. kan een, uh, een grote kastanjebomen of een grote eiken of een grote buiken nemen van een aantal grote boomsoorten die bekend zijn. Uh, nou Stel, uh, die moet om om wat voor reden dan ook. En dan kan je zeggen, oh, dan planten we een boom terug. En dan komt dus er zo'n klein boompje, dan heb je niet hetzelfde volume aan, uh, aan kroon. Uh, dan bedoel met name de, de, de bladeren. Dus de bladeren inderdaad, ja, ja, ja. het bladerdek van de boom. Want zo'n grote boom die levert natuurlijk vele malen uh, meer verkoeling uh, ja. als hij volwassen is. Als dat je dat net jong geplant boompje uh, neerzet. Ja. En dan hangt het ook nog eens een keertje af van welk soort boom ga je terugplanten. Uh, zet je een uh, sierboompje neer, uh, de, de, wat niet heel groot wordt. Of zet je inderdaad weer een, een boom, uh, zoals we dat noemen, van de eerste grootte. Dat zijn dan de eiken, de beuken en de kastanjes bijvoorbeeld. Uh, en, en ja, je kan ook een sierkerst terugplanten. Uh, planten, maar ja, dat kan een boompje zijn van de derde grootte. En dan worden ze niet, niet groter dan acht meter. Ja. En zit natuurlijk ook wel een... Uh, en, en eigenlijk is, de, is het beleid dan om grote bomen op het Urkplein dan, wat hier bestaat, om wel grote bomen daar neer te zetten, om met name ook die verkoeling... Uh, ja, het, uh, bij het Urkplein was het zo uh, inderdaad uh, een, een grote diversiteit aan bomen, omdat we niet alleen vergroenen, maar ook heel erg opletten op de biodiversiteitswaarde. Uh, dus we hebben veel afwisseling in de bomen. Uh, er stonden op uh, het Urkplein uh, vier boomsoorten, zeg maar. En er zijn uh, 17 bomen geveld en uiteindelijk zijn er weer 42 bomen teruggeplant, waarvan nu het aantal verschillende soorten op 24 is Kijk, uitgekomen. Ja. Ja, dus dan gaaf. heb je een uh, grote diversiteit ook nog eens een keertje in het aantal soorten. Uh, ja. Daarnaast hebben we, het uh, ja, zijn wat vaktermen, maar uh, hoogstambomen, dat zijn de bekende bomen die uh, ja, één stam hebben en dan de kroon erbovenop. Ja. Maar we hebben daar ook meerstammige bomen, die vertakken eigenlijk van onderaf uit de grond met meerdere stammen. Dus dat is ja. eigenlijk de natuurlijke wijze van, uh, van, uh, van een boom als je hem uh, uh, gewoon uh, ja, in, in een natuurgebied zal laten groeien. Uh, beveerde bomen we ook nog. Dat zijn dan uh, smalle bomen die vanaf de stam ook heel mooi uh, in één keer beveerd omhoog gaan. Wat, wat bedoel je dan met beveerd? Um, ja, dat, dat be het eigenlijk verta direct vertakt vanaf vanaf de bodem. Alleen ja. dan fijn vertakt. Dus een meerstammige boom, dan zie je echt stammen vertakken. Ja, ja. En in het geval van een beveerde boom zie je echt de, de vertakkingen meteen vanaf de stam. Uh, okay. Omhoog ja. gaan. Ja. Ja. En uh, wat, voor, wat voor groen doe je er nog meer bij? Dan heb je dus heel veel bomen, heel veel verschillende soorten bomen. En dan ook nog wat laagspul, denk ik dan? Ja, we hebben uh, bij het Urkplein is sowieso van alles te vinden. Uh, je vroeg net hoe ik naar zo'n gebied kijk. Uh, toevallig was het Urkplein was bij mij een casus ook van een opleiding die ik toen destijds uh, volgde. Uh, ambassadeur van de leefbare stad. Uh, een opleiding die uh, door van hal Larenstein en en Greenlabel Green Label uh, in het leven is geroepen. Die heb ik uh, begin vorig jaar heb ik daar uh, uh, het certificaat voor uh, uh, gekregen en mijn casus was uh, het Urkplein. Mm -hmm. um, dus ik heb ook veel innovaties en uh, zaken waar ik daar ja, op, op gewezen ben of geleerd heb uh, toegepast in het Urkplein. Uh, daarmee is er eigenlijk van alles te vinden. Uh, je hebt uh, de kruiden, je hebt de bolgewassen, je hebt de vaste planten, je hebt de heesters, je hebt vogelbosjes uh, in de zin van bospatroon waar uh, ja, veel bestdragende heesters in zitten wat weer aantrekkelijk is voor de vogels. Ja. Uh, ja. Nou die diverse, diversiteit aan bomen wat ik net al uh, zei en uh, dat hebt dan ja, de diversiteit in de zin van uh, uh, inheemse soorten zitten ook uitheemse soorten tussen uh, verschillende bloeiwijzes, verschillende bloeitijden. Hoe reageert zo'n buurt erop? Hè? Want dat is voor mensen die natuurlijk een, een, een stenen pleinen gewend zijn met veel parkeerplaatsen, wordt dat opeens een fantastische mooie oase van rust, denk ik dan hè, in zo'n stad. Ja, klopt. Uh, over het algemeen uh, zeer positief. Mm -hmm. uh, er zit altijd wel iemand uh, tussen die er wel uh, commentaar op, uh, op uh, heeft. Ja. Uh, maar over het algemeen zeer positief. Uh, je ziet ook bij de meeste vergroeningen die we doen... dat dat op de socials uh, goed scoort. Ja. Uh, dus uh, nou, Ik zit bijvoorbeeld in de groep van je bent Alkmaar der Als. Ja, ja. En, 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 en dan ja, ja, dat zie dat ik is. Urkplein voorbij komen. Of ik ja. zie het Arkplein weer voorbij komen... die we ook vergroend hadden een aantal jaar terug. Ja. En... Uh, ja, dat is ook gewoon heel leuk uh, om te zien. Dus de, de, over het algemeen uh, zijn de bewoners altijd ja. zeer tevreden met het resultaat uh, ja. van de vergroeningen. Ben je zelf ook Alkmaarder? Ik woon zelf ook in Alkmaar. Jij ja, ja. ook geboren en getogen? Of, uh... Ik ben geen geboren Getogen Alkmaarder. Mijn zoon wel. Ja. Uh, ik ben geboren in Heemskerk. Uh, daarna ben ik eigenlijk door de hele regio Noord-Kennemerland een beetje heen uh, uh, geweest. Ik, uh, ik heb vier jaar in Kastrikum gewoond. Uh, daarna nog in. Pak hem gewoon twaalf jaar toen verhuis naar Ouderleek, dus heel wat anders. Ja, uh, dat, dat was nog met mijn ouders mee, uh, mee verhuisd over ons. Ouderleek uh, daar vandaan uh, naar Herengewaard. en toen stond het toren en uiteindelijk Alkmaar. Nou, dus, de hele uh, regio, bijna wel. Op ja. Die duimpje, jij zo het leukste plekje in de regio, het leukste plekje, heel algemeen. Um, of een verborgen parel mag ook. Dat ja, die, die zag ik ook staan inderdaad. Uh, zelf vind ik, uh, we, hebben, we hebben een tijdje terug in verband met de opening van de Urkplein we ook een, een wandeling gedaan. We hebben heel veel interesse gekregen van gemeentes hoe wij uh, ja, aan het vergroenen zijn. En toen wandelden we door de, door de rekerhout en over de vlondenpaden. En ik dacht, kijk, dit is ook echt een heel mooi stukje alkmaar. heel mooi stukje uh, natuur wat er al, uh, al heel lang ligt. Uh, zeker rondom dat gebied van die vlondenpaden. Uh, er zijn hele bijzondere soorten uh, te vinden. Uh, en je waant je op dat moment in dat park ook eigenlijk niet meer in de stad. Dus uh, het is, wordt, ja. naarmate je dieper dat park ingaat, wordt het stiller. Oh. En op een gegeven moment uh, ja, heb je helemaal niet meer het idee dat je in de stad uh, bent. Wat gaaf. Ja. ja, ja. Nou, je zei het al even, er um, komen ook andere steden, en collega's van jou uit andere steden, kijken in Alkmaar hoe we aan het vergroenen zijn. Doen we het zo bijzonder hier? Uh, ja, het antwoord is eigenlijk wel ja. En dat is met name omdat ik, ja, omdat we met de Stadswerk 072 en de gemeente Alkmaar... Uh, de European Green City Award uh, ja. gewonnen hebben van het najaar. Uh, en dat is een internationale prijs. Ja, is wel goed om even te melden, want eerst ja. wonnen we hem al... Eerst klopt. Nederlandse... nationaal, klopt. Ja, nationaal. Ja. Dat is de inzending geworden op de Europese. Ja, en klopt. En daar hebben we ook gewonnen. Hè? Juist. Dat ik zeg heel trots we. Ja, want ja, nee, het is ook absoluut een team effort uh, geweest en... Uh, uh, ja, de, de, de manier hoe dat tot stand kwam, is, is een heel verhaal. Maar, uh, kan je dat in drie regels vertellen waarom we hem gewonnen hebben? Um, met name onze werkmethode, onze daadkracht en uh, de kosten uh, die daarbij komen kijken, zeg maar. Oh. Dus de lage kosten waarmee we het ook uh, realiseren. Ja. Ja. En even daadkracht. Wat, hoe uitte zich dat? Uh, nou ja, daadkracht kan ik als voorbeeld geven dat als, uh, als, als wij nu iets opnemen, dat, dat een vergroening dan voor de kerstbewijs, van spreken helemaal gereed is. Oké, okay, ja, dat is inderdaad en, uh, snel. En daadkracht? Ja, dat is de daadkracht uh, die wij bij onze projecten ge, ja, eigenlijk standaard hanteren. Uh, en dat is echt uh, ja, alles, je aan het team die daar uh, uiteraard aan meewerkt. Ja. Uh, wij noemen het altijd een lopend uh, treintje hè, met allerlei wagonnetjes die erachteraan komen en we zijn op meerdere plekken ook in Alkmaar uh, ja, aan de slag en niet alleen met vergroening van, uh, van versteend naar, uh, naar groen maar ook met, uh, met groen omvormingen wat inhoudt dat als groen slecht is dat je dat er weer uithaalt en daar weer iets, uh, iets knaps voor terug uh, zet. Uh, maar ook grote, grotere integrale projecten, waarbij hele buurten, uh, zoals de Overdie of de Huiswaard, uh, waar de groene onderdelen, die komen ook allemaal bij ons uh, team terecht. Dus dat wordt allemaal door ons uitgewerkt, invulling aangegeven, afgestemd en uh, aangeplant. Dus zo zijn we op uh, ja, tientallen locaties bezig uh, ja, uh, ieder jaar weer. Ja, klinkt fantastisch. Ja, ja fantastisch. dus dat treintje, dat moet ook wel uh, ja. zo blijven lopen, zeg maar. Ja, ja. Als jij zelf uh, in een andere stad bent, hè? Kijk je dan ook wat uit hoe ze met het groen omgaan en hoe ze het ingericht hebben? Ja, eigenlijk is dat standaard uh, wel wat ik doe. Ja. Je loopt altijd rond om te zien van goh, uh, uh, waar liggen er hier kansen, hoe gaan ze er hiermee om. Maar ook om te kijken van uiteraard van uh, goh, uh, misschien uh, constateer je dingen waar je zelf weer wat uh, van kan ja, ja. leren. Want uh, bedoel, we zijn niet de enige stad in Nederland die natuurlijk aan het vergroenen is. Nee. En nee. andere steden zijn ook uh, heel innovatief bezig. Dus in die zin is het, uh, ja, is het ook leuk om te zien hoe anderen ermee omgaan. Om te kijken of we daar zelf ook uh, lering uit kunnen trekken. En voel je jezelf dan een stadsmens of een natuurmens? Ik ben een natuurmens. Ja, ja? ja. ja. Ik, ik, ik woon uh, in Alkmaar. En we zitten ook in een, uh, in een wijkje wat een beetje uh, ja, buiten, buiten de rand uh, van Alkmaar ligt. Zeg maar. Uh, maar ik ben inderdaad meer een natuurmens als een uh, stadsmens. Ja. Ja. Nou hebben jullie in, uh, in drie jaar tijd. 30.000 vierkante meter biodiversiteit toegevoegd aan Alkmaar. Dat is immens veel. Wie, wie zijn de partners waarmee jullie dat doen? Uh, inmiddels is het zelfs 35.000. We zijn alweer bijna een half jaar verder. Okay. Uh. Uh, dus de, de, de volgende 10 uh, ligt alweer op, uh, op koers voor dit jaar. Uh, de partners, dat zijn er uh, best wel veel. Uh, uh, maar ik zal even een aantal benoemen waar we veel uh, mee mee werken in ieder geval. Uh, wat ik net al zei, we doen veel zelf. Dus uh, Stadswerk 072 heeft een eigen uitvoering. En we hebben een, uh, een BV genaamd Regio Groen. Uh, over het algemeen planten wij zelf de bomen en de beplantingen aan. Uh, en schakelen wij een, een groenaannemer in om het rooiwerk uh, en het grondwerk. te onderhoud, zeg maar. Uh, nee, het onderhoud uh. doen we ook zelf. Oh, okay. uh, maar het is meer de voorbereiding, het plant klaarmaken. He, dus er staan bosjes in of er moeten stenen uit. Uh, dat het, het, het rooien daarvan, dat, uh, okay. dat leggen we bij een aannemer neer. Uh, in dit geval een groen aannemer, in, uh, zoals uh, stoopgroenvoorzieningen uit Waaland. We zoeken ze wel altijd uit de regio op overigens. Ja, mooi. Uh, donkergroen uh, uh, zetten we daarbij wel eens in. Um, en daarnaast hebben we natuurlijk heel veel te maken met, uh, met kwekers. Hè? Dus uh, een, een, een Jup Holland uh, voor de bollen. Een uh, griffioen wassenaar of voor de voor de vaste planten. Een botendart voor, uh, voor heesters, een ebben voor de bomen. Uh, er is ja. echt veel partners waar je heel, heel veel, lang ja, mee werkt. heel veel partners. En het helpt natuurlijk ook om die snelheid te maken. Om dingen, Zeker. Om, en ook je kent om, elkaar. Uh, en ja, we, ja. we kennen elkaar en uh, we maken ook gebruik van elkaars expertise. Want ik bedoel, uh, kijk, uh, ik heb ook niet alle wijsheid in, uh, in pacht. Dus uh, als zo ik klink mee, je wel. Nou, dankjewel. <laughs> nee, maar uh, als, je, als je natuurlijk een vraag hebt over, uh, over bomen, je hebt een boomkweker aan de lijn. Ja, die is gewoon een specialist op het gebied van bomen. Die ga ik echt niet vertellen over die bomen, hoe het zit. Uh, omdat die natuurlijk veel, weg veel meer weet van die bomen. Als dat ik dat uh, weet. Maar ja. uh, als ik eens een keertje twijfel over de keuze die gemaakt moet worden, of dat het een verstandig is of niet, ja, dan kan je altijd eens even sparren met zo'n partner van jou. Uh, wat vind jij of uh, wat zou jij doen of uh, dit of dit is gewenst? Kan dat? En want soms krijg je ook al eens vooraf van we willen hier dit hebben, maar dat wil niet altijd zeggen dat het ook kan. Ook kan. Ja, ja. Nou hoor ik ook wel eens de term pocketparks. Ja. Ja. Wat zijn dat? Um, pocketparks, zoals ik hem uit wil leggen, is uh, je hebt ook een, een zakmes en is in het Engels is dat een pocketknife. Dus een pocket park uh, is eigenlijk, als je het dan zo zou vertalen, een, een zakpark. Maar we bedoel, bedoelen er eigenlijk mee dat het kleine locaties betreffen. Zoals die pleinen die ik net opnoemde. Ja. Maar waar je door dus snel te handelen. En dan heb je dus een quick win, weer zo'n mooie Engelse term. Maar dan, uh, ja, dan kan je dus quick win situaties uh, creëren. Door uh, versnipperd die pocket parks uh, of andere delen die uh, vergroen moeten worden. Ja, snel aan te pakken, snel te vergroenen. En waardoor je dus inderdaad tot die snelle daadkracht uh, kan komen. Mm -hmm. Oké, okay, dus ja, ik probeer er eigenlijk een goed Nederlands woord voor te bedenken. Maar ja, de dat zak, is zakpark is niet zo'n mooi Nederlands woord, <laughs> nee. inderdaad. Dus Vandaar een uh, Engelse term in dit geval, pocketpark. Uh. Ja, 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 ja. Ik, 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 ik hoorde ook wel eens de stapstenen, dat zou je ook nog kunnen. Okay. dan heb je toch het woord steen er weer in zitten. Dus. Ja, nou, noem er maar even over nadenken. Paul, we hebben in deze serie ook altijd dilemma's die we voorleggen. Die mag je, daar mag je een keuze in maken en daarna mag je een hartlust nuanceren. Ja, daar gaan we. De eerste. Het tempo van de vergroening van Alkmaar is goed zo of het gaat veel te langzaam? Uh, het tempo van de vergroening van Alkmaar is op het ogenblik goed zo. Ja. Okay. Vergroening door inwoners zelf is het belangrijkste. Of laat de professionals nou maar de regie hebben. Als ik een keuze moet maken is die lastig, want feitelijk vind ik die eerste wel heel belangrijk. Uh, de, als je gaat kijken, onderzoeken hoeveel bewoners... er. bent nog... nu wel aan het nuanceren. Ja. Uh, wat, uh, als je, dus als de, de eerste. De eerste, ja. ja. De, in, de betrokkenheid van de inwoners is ja. het belangrijkste. Ik heb dat meegemaakt dus bij het Urkplein ook. Ook de kans gegeven om uh, bewoners inderdaad mee te laten vergroenen terwijl we bezig waren met het, uh, met het Urkplein te vergroenen. En als je dan toch ziet hoeveel mensen er gewoon een compleet stenige tuin hebben. Ja. En, en daar niet in mee participeren. En ook totaal geen aanleiding toe zien. Dan zit daar nog wel zorg in. Dat ik denk van ja, daar liggen nog heel veel kansen. Want als je gaat kijken hoeveel inwoners, bewoners uh, inderdaad, stenige tuinen hebben. Dan heb je het over gigantisch veel vierkante meters waarvan groen kan worden. Ja. Wat is de belangrijkste reden om die stenen tuin te hebben en te Omdat houden. Omdat dat meehelpt aan die verkoeling van die stad. Ja, ik snap het hoor. Maar ja. ik denk dat dat voor mensen dat een afweging is. Met een stenen tuin heb je geen, nou, onderhoud. Heb je geen onderhoud. Dat is ja. uh, het gemak wat ze daar, uh, daarin vinden. Vaak van uh, we bestraten de hele tuin. Want uh, ja, ik heb geen groene vingers of geen tijd of geen zin om een tuin uh, te onderhouden. Maar het hoeft niet altijd zo complex te zijn. Nee, daar adviseren jullie ook in? Uh, op zich hebben we daar Stichting Steenbreek voor. Die gemeente Alkmaar inschakelt om dan particulieren daarin te, te adviseren. Maar natuurlijk, uh, als ik een vraag krijg, uh, adviseer ik graag. Ja. Ja, ja, leuk. Welk project in Alkmaar ben jij het meest trots op? Um, ik heb een aantal jaar terug de rotonde van de Meer de Keesman... Uh, een, een soort facelift gegeven met een heel mooi insectenhotel erop. Hotella Insecta. Uh, ik vind dat zelf een hele mooie binnenkomen van de, van de wijk de Meer nu. Ja. Uh, daaronder zit ook een, een fantastisch mooie kruiden met bollenmengsel. mengsel. Nou, dat, uh, dat knalt tegen je aan. Dus uh, ja, dat is een uh, hele mooie binnenkomen geworden. Je ziet een verbaasde blik in mijn ogen, waarschijnlijk. Maar het, het is dus niet alleen groen, maar het gaat veel verder wat jullie aan het doen zijn. Hè? Ook met insecten. Tuurlijk, en ja. Ja, omdat die samenhang er ook is, dat alles dat, met alles ja. te maken heeft. Is dat Absoluut. Ja. ja. Nee, we plaatsen ook inderdaad insecthotels bij, uh, bij vergroende locaties. Uh, in sommige gevallen hangen we ook uh, laten we ook nestkasten ophangen, Bijvoorbeeld voor de bestrijding van de eigen ja Maar de insecthotels, ja, dat is ook natuurlijk een, uh, een uh, ja, veelgebruikt element op het ogenblik, in de openbaar groen. Ja. Um, ja, dat is toch om, om de bevordering van de biodiversiteit ook uh, ja, voor, voor gevoelige soorten zoals uh, de, de, de wilde bijen. Het zijn niet de honingbijen die, uh, die je aantrekt, maar eigenlijk de, de meer solo bijen, de wilde bijen, de metselbijen. Uh, de zweefvliegjes, de gaasvliegjes, uh, de, de, de sluipwespen. Soortjes die je niet direct herkent, maar ja. die, die ook heel belangrijk zijn voor die, uh, voor die balans in de natuur. Ben je positief gestemd als je kijkt naar, de, naar die balans in de natuur in de regio Alkmaar? Uh, nee. nee, eigenlijk nog niet. En dat heeft ook meer te maken met de cijfers die natuurlijk landelijk naar voren komen. Dat uh, ja, eigenlijk vaak alles gaat achteruit in die zin qua soorten, aantallen of uh, waarnemingen. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. Dus ik, ik ben positief in de zin hoe we het vergroenen zijn. Alleen ik moet dat effect zelf nog ervaren in de zin dat de cijfers ook omhoog gaan van de soorten die uh, juist achteruit gaan. Ja, En dus eigenlijk zeg je we zijn wel goed bezig, maar het moet nog blijken in de praktijk dat het ook het resultaat gaat opleveren wat we nodig hebben. Zeker, ja. 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 Nou. En, het, en het is ook nog zaken om dat goed te monitoren. Hè. Dus dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. Je kan een insectenhotel plaatsen. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook heel interessant om op een gegeven moment te weten... van oké, okay, uh, wordt het, 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 het insecthotel gebruikt? Ja. Uh, worden er voldoende kamertjes geboekt? Ja. Maar, uh, maar in ieder geval, nee, en wat voor soorten komen er dan? En hoeveel van welke? En, uh, ja. Dat is ook, daar zijn we wel mee bezig om dat ook te laten doen. Maar dat is nog lastig om een geschikte partner daarvoor te vinden. Oké, okay, nou wie er luistert en iets weet, van harte welkom bij ja. Paul denk ik. Maar ontzettend interessant verhaal. Ik wil je bedanken voor je komst. Dat je ons meegenomen hebt in, in deze groene wereld. En ontzettend veel succes in de toekomst. Ja, ja, en ik heb eigenlijk nog wel een, een, misschien een leuke aanvulling. Graag. Uh, we hebben die award uh, we natuurlijk ja. al gehad, dat we die uh, uh, gewonnen hebben. Uh, en wij gaan uh, 12 oktober in Alkmaar in de Grote Kerk de prijsuitreiking van de European Green Cities Award uh, ja, houden. Geweldig. Uh, in de Grote Kerk, dus midden in het centrum van Alkmaar. Uh, omdat wij uh, ja, de, de oud-winnaar uh, zijn, ja. zeg maar, gaan we dat uh, dit keer hosten. Dat is eigenlijk nieuw. Uh, en dat wordt een dagvullend uh, programma, waarbij alle nationale inzendingen. Uh, ja, hun project mogen komen uh, presenteren. Het zal ook ter plekke worden gejureerd in de, in de zaal. En dat is alles ook om, uh, om elkaar ja, op de hoogte te houden en uh, ja, lering te trekken van elkaars projecten. Ja, nou, we hebben hem genoteerd 12 uh, oktober. 12 oktober. We kijken ja. er nu wel naar uit. Al nogmaals, hartelijk dank. Oké, okay. Je luisterde naar Koffie voor twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Hak van Noord Holland Regio en Stadsmarketing.